Kevin DeGrow bij Him for the Weekend en Ik Wil Niet Zijn. Maar ik wil hier wel zijn, want we gaan in de buurt op zoek naar nieuwe muziek. Ja, ja, klopt. Ja, kom er maar in. Nou hé, dat is niet enthousiast. Nee. Aan je hoofd gezien gaan we naar Arnhem. Ja, precies. Oh. Wauw. Dat klopt. Ja, maar ik heb er wel een goede reden voor. Want ik zag inderdaad dat deze band uit Arnhem komt. En toen dacht ik van, oei, moet ik dit wel gaan meenemen? Maar ik vind het oprecht heel erg vet. Oké. Okay. Dus vandaar ook de keuze dat ik toch deze reis naar Arnhem heb geboekt. Het gaat om de band Contraire. Dat is een elektronische indie popband uit Utrecht en Arnhem. Dus de leden komen uit Utrecht en Arnhem. Contraire. Aarsuraire. Contraire. Oké. Okay. Het is een doorstart van het solo-project van de zanger Marijn Teunissen. En ze hebben een track uitgebracht. En het is ook wel leuk, want ze hebben die track helemaal gewijd aan het verlangen naar de club. Het speelt zich af in de club, zeggen ze zelf. En ze hebben er ook een mini-documentaire over gemaakt. Origineel. Ja. Leuk, zet maar neer. Leuk bedacht, creatief, origineel, prima. Zet maar op tafeltje. Ja. Nee, maar het is echt een heel fijn plaatje. Het is een beetje duisterachtig wel. Maar het is wel echt een beetje, als je een beetje lam bent, dat je een beetje daarop mee kan meedijnen. Zoals het uitlegt, moet ik gelijk denken aan Knaldrang van Merel. Nou, wel een beetje die vibe eigenlijk. Okay. Een beetje meegaan gewoon. Het is echt heel lekker. En ik heb een stukje uit die mini-documentaire ook meegenomen. En dan legt hij zelf ook uit waar die plaat dan eigenlijk over gaat. Dus laten we even luisteren. Ultraviolet Lights gaat over de nacht. Speelt zich af in de club. Het eerste idee is ook ontstaan in de club toen ik iets opnam op mijn telefoon. Ja, de kern van Ultraviolet Lights is dat je in die nacht dus heel even kunt ontsnappen aan die waan van de dag. Wat het juist dan weer moeilijk maakt, is dat na zo'n nacht, ja, dan kom je juist weer die realiteit tegen waar je beseft van, oh ja, het is een soort van parallele wereld waar ik heel eventjes in heb geleefd en nu moet ik weer terug. Ja, hele ernstige woorden dus. Jochie, wat heb je het zwaar. Dat is een beetje Candlelight meets hoe Miguel zich voorstelde in de voorstelronde vandaag. Migraloogs. Nou goed, we gaan het buurtbeleid naar Arnhem. Dus Contraire is daar en het nieuwe liedje Ultraviolet Light. Ik ben zo heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Wait till it kicks in.
verlangen dus naar de club in Contraire's nieuwe plaat Ultra Violet Lights. Ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Ik vind het liedje echt leuk. Ja? Ja. Ja, Rick? Ja, een beetje gemengde gevoelens heb ik erbij. Ja? Enerzijds doet het heel erg voelen als een lekkere, wazige avond in de underground. Ja. Maar tegelijkertijd voelt het ook wel een beetje als een wazige avond in de underground, waarop ik mezelf de hele tijd afvraag van, goh, wanneer komt de leuke muziek? Het is niet verkeerd, maar... Ja. Oh, ik weet niet. Je bent er nog niet helemaal overtuigd. Nee. Misschien moet ik hem vaker horen. Ja, dat is goed. Gaan we vaker draaien. Ik hoorde het laatste verhaal van een man. Die had onze vorige video gedeeld. En die dacht, nou werd hij multimiljonair. Dat klinkt als muziek in de oren. Ik zeg niet dat het er iets mee te maken heeft, maar ik, ja. Probeer het gewoon. Liken, abonneren, delen met iedereen die je kent. Iedereen. En wie weet,